U bent hier bij de Stichting Gered Gereedschap in Den Haag, in de Junostraat in de Binkhorst. Een vrijwilligersorganisatie van landelijk totaal 30 werkplaatsen. Hoofdkantoor zit in Amsterdam. Daar worden alle projecten aangevraagd vanuit op dit moment voornamelijk Afrikaanse landen. Voor het samenstellen van gereedschapuitrustingen voor timmerman, voor elektricijn, voor mechanische onderhoud. Maar ook naaimachines, elektrische handnaaimachines en trapnaaimachines. Om het opleiden van de jongens en meisjes in de derde wereldlanden. Zodat ze zelf aan het einde van de opleiding kunnen starten met een eigen bedrijfje. En zo in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Hier ziet u een voorbeeld van de schroevendraaiers en tangen die zijn ingezameld. En die worden hier in de bak opgeslagen. Zodat de mensen die de gereedschappen moeten samenstellen inderdaad kunnen kijken op de kast wat erin zit. En uit daaruit de gereedschapuitrustingen samen kunnen stellen. Het gereedschap wordt hier ingeleverd door particulieren. Maar ook bij de Praxis en bij Bouwmaat. Dat zijn die grote bouworganisaties. Staan de bakken waar u uw oude gereedschappen, elektrische gereedschappen, handgereedschappen in kunt leveren. Nou, zoals u ziet liggen daar enorm veel zagen aan de muur. Heel veel mensen thuis hebben natuurlijk ondertussen de decoupeerzaag ontdekt. En die leveren dan de zagen in. Die worden hier opgeknapt, geslepen, gezet. En daarnaast hangen de lijmtangen ook voor meestal voor de timmerwerkplaats. En dan hangen wat boomzagen. Waar toch wel nog steeds wel behoefte aan is in de derde wereldlanden. Achter u zien we daar een voorbeeld van ja, gereedschap. Ja, achter mij ziet u een gereedschap. Er zijn 10 sets gereedschap voor een timmerman verzameld. De vrijwilligers hebben die gereedschappen verzameld, ingepakt in de setjes die wel gevraagd zijn. Die worden daarna in een kist op deze weegschaal ingepakt. Want de Arbo die vraagt dat er niet meer dan zoveel kilo mag worden getild. Op de kisten komt het nummer te staan van het project en het gewicht wat de kist inhoudt. Zodat men weet waar men, als men het over moet pakken, met wat voor gewicht men rekening moet houden. U kunt ook, als u veel heeft, kunt u het ter plekke komen brengen. En dan krijgt u gelijk een rondleiding. Of u kunt ons bellen. Het nummer staat op de website van Gered Gereedschap. En dan komen wij het gereedschap bij u thuis ophalen als het veel is. Een voorbeeld van hoe de kisten worden ingepakt met gereedschappen. Op de kist komt te staan het nummer van het project. Hè. In dit geval dan een timmerset. En u ziet ook opstaan de aantallen kisten. Hè. Vaak leveren dan aan de baanderij dat ze van ons ontvangen 20 kisten. Met inhoud timmergereedschap en daarop staat ook vermeld het aantal kilo's wat de kist weegt. Gereedschap komt hier binnen, wordt gesorteerd op bruikbaarheid. We proberen zoveel mogelijk gereedschappen te verzamelen voor de projecten zelf. Het wordt schoongemaakt, opgeknapt en daarna wordt het opgeslagen om uiteindelijk in projecten te worden, in gereedschappen te zien worden samengepakt. In kisten die via de baanderij in Gouda worden verstuurd in grote zeecontainers naar de Afrikaanse landen. Nou, hier ziet u de voorraad naaimachines en elektrisch gereedschap. Wat eigenlijk nog allemaal moet worden nagekeken en opgeknapt. We hebben hier handnaaimachines, de ouderwetse. Soms zijn ze wel 100 jaar oud. Maar de mechanische machines zijn eigenlijk een kwestie van schoonmaken. Beetje olie erin en die zullen waarschijnlijk weer 100 jaar meegaan. Elektrische gereedschap is eigenlijk hetzelfde verhaal. Mensen doen het weg omdat ze iets nieuws hebben gekocht. Het wordt hier nagekeken op basis van veiligheid. Er komen reserve dingetjes bij, zaagjes, boordjes, schuurpapier. De projecten worden allemaal aangevraagd via Amsterdam, dat is het hoofdkantoor. Die beoordelen inderdaad de projecten op dat het niet op de markt en dat het ook niet bij ondernemingen terechtkomt. Maar zoveel mogelijk worden daar scholen mee gevuld. Als ze daar een school opzetten en bouwen, hebben ze vaak wel een leerkracht. Maar ze hebben vaak niet de benodigde gereedschappen of naaimachines om daar die kinderen, jongens en meisjes, op te leiden. Hier ziet u de naaimachine. Hij wordt voor een heel groot deel uit elkaar gehaald. Inderdaad gesmeerd, nagekeken. Wat een probleem is bij de elektrische naaimachines, zijn vaak dat ze ingeleverd worden zonder een voetpedaal. Dus Amsterdam beoordeelt het. Die heeft een systeem wat hij landelijk uitzet. En wij tekenen dan in als gereedschap Den Haag om de 10 sets voor de timmerwerkplaats of het leveren van 20 naaimachines, elektrische en of handnaaimachines. En die worden dan hier gereed gemaakt voor verzending
naar de Afrikaanse landen. Nou, hier in deze zitten, er worden de boren en de bijteltjes geslepen. U ziet hier een voorraad boortjes liggen. En hier een onlangs aangeschafte slijpmachine om de boren op de juiste manier met de juiste punt en de juiste scherpte geslepen te krijgen. Dus vandaar dat we ons op dit moment maar beperken tot drie hoofdlanden. Dat zijn Oeganda, Ghana en Congo. Daar hebben we ook met plaatselijke mensen goede contacten, met name vanuit Amsterdam. Er gaan ook regelmatig vanuit het hoofdkantoor mensen ter plekke kijken om inderdaad te constateren dat de gereedschap en de naaimachines op een juiste manier naar binnen komen, op een juiste manier worden gebruikt en inderdaad daarvoor worden ingezet waar we de Stichting Gered Gereedschap ook voor staat. Een onderstel van een hele oude naaimachine. In de kast staat waarschijnlijk de naaimachine zelf en met de tijd zal het bovenblad worden opgeknapt, zal het metaal worden gerestaureerd, nieuwe riem erop en er zal waarschijnlijk weer jaren meegaan. Nou, hiernaast ziet u de tafel met een uit elkaar gehaalde boormachine. Die wordt nagekeken, gecontroleerd en ook die krijgt een tweede leven in een ander land, op een andere locatie met andere mensen. Met wederom een goed doel, mensen die daar weer een eigen bestaan op kunnen bouwen. Nou, u bent hier te gast geweest bij de Stichting Gered Gereedschap. Wij werken met zo'n 30 vrijwilligers, 5 dagen in de week, van 10:00 tot 14:00. Dat zijn toch vrijwilligers die ook wel gespecialiseerd zijn, hè? Het zijn allemaal vrijwilligers, met liefst natuurlijk allemaal met een technische achtergrond, omdat er toch wordt gewerkt met gereedschap en soms ook met machines. En ik werk hier nu 7 jaar met heel veel plezier. Dus als u misschien een verloren uurtje heeft en u heeft interesse in wat het betekenen voor andere mensen uit de derde wereldlanden, dan bent u van harte welkom. Kom gerust een keertje langs. Heeft u ook nog een webadres? Ja, we hebben een website. Dat is www.geredgereedschap-denhaag.nl.